Ik heb u al meer gezegd dat in het Oude Testament zijn er plaatjes. Hè, zoals wij vroeger leerden lezen van het leesplankje. Aap, noot, mis. Dat was een plaatje. En onder dat plaatje, daar stonden de letters en de woorden. A, A, P. Zo leerde de juffrouw vroeger mij lezen. En toen ik de letters wat begreep en toen haalden ze de plaatjes weg. En toen bleven de woorden over. Het begint met plaatjes. Als je kind bent, dan begint het met plaatjes. Het Oude Testament begint met plaatjes. En er komt een moment in de geschiedenis van de Bijbel, dan gaan de plaatjes weg en dan blijven de woorden over. In die tijd leven wij. Dat plaatje, dat is niet zomaar uit de hemel komen vallen, maar het is Mozes wezen halen. Dat heeft Mozes niet verzonnen, maar Mozes, de man en de knecht van God, is de berg opgegaan en heeft van God te zien gekregen hoe hij die plaatjes moest maken. Een tabernakel, een priester, een altaar, het heilige der heiligen. Israël moest daar iets van leren, van die plaatjes. Want Israël was nog niet volwassen. Ze waren nog kinderen. Ze moesten nog leren lezen. En daarom zei God, er is één dag in het jaar. Dat is een hele belangrijke dag. God noemt het in Leviticus 23 en in Leviticus 16 een heilige dag. Een dag dat Israël absoluut niks mocht doen. Niet met hun mobiel spelen. Ze moesten vasten. Ze moesten afstand nemen van alles. Ik zei al, het vliegverkeer ligt stil. Er is een radiostilte. Dat is vandaag nog steeds zo in Israël. Want Israël leeft nog steeds bij de plaatjes. Dat is even iets anders. Maar eenmaal in een jaar mocht de hoge priester, maar één keer in een jaar, en dan alleen maar de hoge priester, naar binnen gaan in dat heilige der heiligen. Het was een plaatje, het was een plaatje om jullie wat te leren. En Israël wat te leren. En hij mocht niet met lege handen naar binnen gaan, maar hij moest naar binnen gaan met een schaal met bloed van de var die geslacht was. En hij moest dat bloed besprenkelen rondom de ark en op het verzoendeksel. Verzoening. Yom Kippur, de grote verzoendag, is de heiligste dag. Want dan laat God door de hoge priester en door zijn aanwezigheid zien dat God verzoend is. Maar elk jaar moest die hoge priester eenmaal naar binnen gaan. Jaar in, jaar uit. Dat is honderden jaren heeft dat plaatsgevonden. Elke keer weer. De datum die had God gegeven, wanneer ze dat doen moesten, hoe ze dat doen moesten. Want het volk moest leren dat er verzoening was bij God. En dat ze na die grote verzoendag, dat ze het zouden horen en zouden zien van de hoge priester, God is verzoend.